Welkom bij een nieuwe aflevering van VI ZSM. En ditmaal zijn we in Londen, jawel. En aangeschoven is Simon Zwartkruis. In een heerlijk hotel met een kopje koffie. Want wij gaan de wedstrijd van AZ nou bespreken. Daar zijn we gisteren allebei geweest. Wat een geweldig stadion. Wat een mooie plekken hebben we ook hier. Ja, voor ons wel. Wij zaten goed en rustig. Rustiger dan de familieleden van de spelers en de staf van AZ. Die hebben een wat minder leuke avond gehad. Maar de algehele sfeer was fantastisch. Wat je kan verwachten van een Engels voetbalbolwerk dat aan het strijden is voor een plek in de finale. En dat werd al aangekondigd door de trainer, door David Moyes. En ook door de spelers die zich uitlieten over deze wedstrijd. Dat we een heet avondje konden verwachten. En dat is wel gebeurd. Ja, want er ging je natuurlijk in aanloop al best wel veel over deze wedstrijd. En met name ook bij de West Ham leefde het echt heel erg. Het stadion was sowieso uitverkocht. Ja. Maar ze wilden deze wedstrijd hoe dan ook winnen. Ja, dan moesten afgerekend worden met een trauma. Hè? Dat ze vorig jaar hebben opgelopen in de Europa League halve finale. In de competitie maken ze een vrij waardeloos seizoen door. Ze zijn nog steeds aan het strijden voor lijfsbehoud. Al is dat na de overwinning op Man United wel een stuk dichterbij gekomen. Maar dit moet het seizoen redden. En dit moet ook alsnog een Europees ticket op gaan leveren als ze de Conference League mochten gaan winnen. Dus er zit heel veel druk op hier. En dat merkt ook wel aan de ontlading naar de gelijkmaker en naar de winnende. En ook naar het chagrijn. Je merkt het ook aan het chagrijn naar die AZ-goal. Want dat was ook niet mis. Nou, laten we daar eerst over beginnen. Want de beste opstelling uiteraard. Maar toch speelde Areola in plaats van Fabianski. Areola is toch een mindere keeper. En dat hebben we gisteren misschien ook wel een beetje kunnen zien, toch? Met het schot van Reinders. Ja, die had hij best mogen hebben. Ja zeker. Ja, alhoewel Reinders heel trots was. Ja, mooi schot. Of Beukema zei, geweldig schot. Dat zit aan de beleving van de spelers zelf, denk ik. Ik denk als ze hem terugzien, dat ze zien dat hij inderdaad houdbaar was. Om het heel voorzichtig uit te drukken. Het was wel een gevolg van hoe AZ hier, van het strijdplan dat ze hier hadden. Namelijk, ze wilden uit de duels blijven natuurlijk. Hè. Het vecht- en krachtvoetbal tegenover het combinatievoetbal van AZ. Dus ze lieten ze komen. Ze lieten zich vrij ver terugzakken AZ. Waardoor er ruimtes ontstonden. En bij die goal zag je hoe lang dat hele veld geworden was eigenlijk. Het moment dat Reinders die bal oppikte na dat omstreden luchtduel van Beukema. Dat was echt helemaal diep op eigen helft. En toen liep hij helemaal mee naar voren om uiteindelijk ook het eindstation van die aanval te zijn. En dat ging over behoorlijk wat schijven. En dat, daar ontstonden precies de ruimtes waar ze op hoopten. Door zich een beetje te laten, door West Ham te lokken, zeg maar. En zo die linies een beetje uit elkaar te trekken. Dus dat was wel een direct gevolg van wat ze in hun hoofd hadden. Dus dat was ook wel aardig om te zien. En dat die keeper dan even meewerkt, dat is fijn voor Reinders. Ja, ja, want ik vond hem wel een beetje uit de lucht komen vallen. Want ja. Tot die tijd was het een beetje, we noemden het al eerder, Afrika Cup voetbal. geen echte uitgespeelde kansen in de box, maar vooral schieten van afstand. En dan hopen op een mooi schot of een blunder van de keeper. Heb je dat ook zo gezien? Ja, en het creëren van kansen was sowieso wel een probleem. Ja. Ik bedoel, ze hadden echt lang controle over de wedstrijd. Mede doordat ze dan begonnen op eigen helft met rondtikken en wachten tot die ruimtes ontstonden. Maar in de eindfase van de aanval, daar stokte het vaak. Ook omdat de buitenspelers, die zaten er niet goed in. Die kwamen hun man amper voorbij. En kozen steeds vaker voor de weg terug weer. Terwijl daar echt wel ruimtes lagen om door te stoten. En Pavlidis was ook niet in goede doen. Niet zoals we hem eerder in de Conference League hebben gezien. Hele belangrijke rol gespeeld op weg naar deze halve finale. Maar gisteren ook niet echt balvast. Ja, dan wordt het lastig om bij te sluiten als je vanuit achteruit aan het voetballen bent. Ja. En dat bleef ze wel parten spelen de hele wedstrijd eigenlijk. Voordat we het gaan hebben over de individuen en het team als geheel. Toch even nog die goals van West Ham. Want het is eigenlijk heel zonde om een penalty tegen te krijgen die in mijn ogen onnodig was. En dan ook nog die standaard situatie waar het al zo vaak over ging. Ja, precies. Nou, in die zin waren ook hun goals eigenlijk vooraf, is het daar al vaak over gegaan. Hoe gevaarlijk ze daaruit zijn. Het is echt een heel machtig wapen van West Ham. En dat hebben we gezien. En Ryan die in de eerste helft een geweldige redding maakte. En ook een steady indruk maakte, vond ik. Ja, die ging daar gewoon in de fout. Die was te laat en die sloeg die gozer bijna knock-out met twee handen. En er werden weinig geprotesteerd. Dat is ook wel eens een keer leuk om te zien. Ja, precies. Ja, dan ben je ook wel. Dan zit er iets niet goed in je hoofd als je dan gaat protesteren. Nee. Dus dat was allemaal heel duidelijk. En daarna ook weer gevaar eigenlijk vanuit een standaard moment. Wordt dan wat later voor de goal gebracht. Niet scherp verdedigd. Ryan die blijft staan. Misschien toch een beetje nerveuzig van die eerste actie waar hij dus te laat kwam bij die bal.
En die belandt er voor de voeten van Antonio en klaar. Maar dat zijn situaties die ze, waar ze het vooraf uitgebreid over gehad hebben. Ja, waar het over hebben is dus iets heel anders dan het ook voorkomen. AZ moest het hier in Londen doen zonder misschien wel twee beste spelers. Nou, ik vind sowieso Karlsson beste speler. Daar hoeven we niet lang over te hebben. Nou, ja, nee. Wel hoor. Ja, ja oké. Okay. Mag je niet hier zomaar erin zetten? Ja, nee, Jordi Klaasie vind ik echt de man van dit seizoen. Ja, die haalt constant zo'n hoog niveau. Daar kun je gewoon altijd een 7 voor invullen als je rapportcijfers gaat uitdelen. Ja, gisteren was het ook weer. En er zitten dan nog uitschiets naar boven ook uit. Als je ziet hoe hij dan de boel het spel naar zich toe trekt. Altijd aanspeelbaar is. Soms even wacht een split second totdat er inderdaad iemand tussen de linies vrij staat. En die wordt dan precies goed ingespeeld. Juist het tempo, goede voet. Nou ja, alles wat je wil zien van iemand op zijn plek. En de kalmte in zijn spel. Dus dat, en dat het hele seizoen lang al. En of hij nou bij RKC uitspeelt. Of nou, die verloren ze trouwens misschien niet een heel gelukkig voorbeeld. Maakt niet uit. Maar of in dit kolkende London Stadium. Hij levert het iedere keer. Dus dat vind ik echt de man van dit seizoen bij AZ. En Karlsson is natuurlijk in potentie een van de beste spelers. Dat klopt. Maar die heeft veel blessures gehad dit seizoen. Maar als hij fit is en hij begon weer voordat hij nu weer geblesseerd raakte, begon hij ook echt de stijgende lijn weer te pakken te krijgen. Dat maakt het wel zuur voor hem en voor AZ. Want hij kan natuurlijk vanaf die flank heel veel leveren. Ja. Die missen ze zeker in de samenwerking met Kerkes. Ja. Ja. Ik wou net zeggen, de vervangers daarvan, Meester Wit en Van Brederode. Nou, laat het aan jou. Hoe vond jij dat? Wat zou je zeggen? Nou, ik vond Meester Wit vond ik best wel sterk. Hij pakte wel snel een gele kaart. Ja. Dat was even tricky inderdaad. Normaal gaan tegenstanders zo'n verdediger dan juist opzoeken en onder druk zetten. Op zoek naar de tweede. Maar ik vond het echt knap hoe die zich staan. Ja. En ze hebben daarachter dus nog Kerkes. Dus die positie is wel lekker bezet bij AZ. Die is goed dubbel bezet. Ja. Daar, ja, en zeker voor iemand die zo weinig speelt als hij. Ja. Had hij eerder al een keer bewezen toen hij tegen Ajax opeens. Heel verrassend toen in de basis opdook. En zelfs scoorde ook. En ook een dijk van een wedstrijd speelde. Dus dat vind ik wel knap, ja, met zo weinig ritme. Ja. Ja, en dan die andere jongen. Myron of Miron? Myron van Brederode, ja. Die had het wat lastiger. Heel lastig zelfs. Ja. Maar hij mocht wel lang blijven staan, vond ik. Ja, nou ja, goed. Ja, het alternatief is normaal gesproken Lachto. Die kwam er nu in voor Odgaard dan. Van Brederode die had het inderdaad moeilijk. Het is natuurlijk een jongen die het van de individuele actie moet hebben. Ja, dat kwam er niet uit. Te vaak ging dat mis. Een paar keer balverlies ook, waar dan wel gevaar uit ontstond. Dat is een van de weinige onvoldoendes die ik heb uitgedeeld ook. Oké. Okay. En de grootste voldoende was dan denk ik voor Klaasie en Reinders. En Reinders, ja. Nou, ik vond het hele middenveld hartstikke goed, moet ik zeggen. Mijnans ook. Die was dan wat minder dwingend misschien dan Reinders en Klaasie. Maar ook een belangrijke rol. Als ze er dan uitkwamen, dan ging dat meestal via hem. Het is een slimmerik. Hij weet waar hij moet lopen. En hij heeft zachte voetjes, hè, zoals ze dat zeggen. Het is echt een technisch begaafde speler. En die het ook liet zien. Dit was voor hem voor het eerst op dit podium dat hij dat moest laten zien. En dat deed hij vrij goed, vond ik. Dus daar lag het niet aan, het middenveld. Dan wil ik nog één speler uitlichten. En dat is waar jij een heel leuk stuk over hebt geschreven. En het ging er naderhand over. Want heel veel mensen hebben jouw stuk ook gelezen. Ook andere mensen van de pers. En dat is Sam Beukema. Ja. Die speelde tegen zijn favoriete team. Ja. Hoe leuk is dat? Want hij straalde helemaal. Forever Blowing Bubbles heeft hij wel meegeneuried, denk ik, toen hij het veld opkwam. Maar dat was inderdaad wel grappig om te zien. Hij stond er nog steeds bij te stralen. En dat stamt uit de tijd dat hij 12 of 13 jaar was. En met zijn pa naar een wedstrijd op Upton Park toen nog, het vorige stadion. Nou, we hebben zelf nu kunnen ervaren inderdaad dat het behoorlijk meeslepend is, een thuiswedstrijd van West Ham meemaken. Als het publiek erachter gaat staan. We hebben ook kunnen zien wat het effect op de spelers dan kan zijn, hè. Want er ontstond een totaal andere dynamiek ook vanaf het moment dat naar die gelijkmaker, dat het toen ontplofte het stadion bijna. En dat bleef, dat zo'n orkaan van geluid bleef maar loskomen. En dat werkte aanstekelijk, dat kon je zien. Het was ook het moment waarop AZ steeds meer werd teruggedrukt. Waarin ze ook eindelijk aan voetballen toekwamen. Eigenlijk ook het moment waarop Paqueta, dus de spelmaker, de mijnans van West Ham, die rol overnam. Toen ging hij voetballen, toen ging hij het spel verdelen. En toen kwamen ze toch wel aardig los, moet ik zeggen, West Ham. Nou ja, voordat we naar het eindresultaat gaan, nog even dat schermutseling. Want er werd dus gejuicht op de hoofdtribune. Ja. Volgens mij zelfs door familie van Pascal Jansen. En die zijn daar weggehaald. En familie van Robert Eenhoorn, ook de directeur. Er zaten jeugdspelers die waren meegegaan. Ook van die ploeg die de Youth League gewonnen heeft. Ja, de spelersvrouwen, ja, alles zat daar zo'n beetje. Sponsors ook. Alles wat niet in die uitvakken zat daar.
En het was voor die gelijkmaker was het al, of die goal van AZ was het al een beetje onrustig daar. Want ja, die Engelsen hadden in de gaten dat daar dus Nederlanders zaten. En dat zou gewoon moeten kunnen allemaal. We hebben het in die supportersdiscussie over de problemen in Nederland. Heel vaak wordt Engeland als voorbeeld aangehaald. Ja. Van nou, daar gebeurt niks meer in de stadions. Nou ja, me dunkt. Ik geloof dat er vorig jaar ook een paar duizend journalisten zijn aangevallen op de perstribune bij die wedstrijd tegen Frankfurt. Dus volledig ten onrechte dat we dat... Nou ja, volledig ten onrechte. Ze hebben in grote delen het hooliganisme aardig, als je het vergelijkt met hoe het was. Ja. Hebben ze dat natuurlijk wel flink teruggedrongen. Maar het is natuurlijk wel, wel schandalig dat deze mensen daar niet veilig kunnen zitten. En die moesten ergens anders heen gebracht worden. En Eenhoorn die vertelde dat ze toen in een vak terechtkwamen waar nog meer harde kern zat van West Ham. Dus het werd er ook niet gezelliger op allemaal. Dus die heeft zelf amper wat gezien van de tweede helft. Omdat hij eigenlijk vooral bezig was met het waarborgen van die veiligheid van die mensen. Ja, dat is treurig. Ik vond Pascal Jans ook bijzonder kalm. Daarop reageren, want ik zou koken van woede als iemand, als iemand aan je familie komt, dan doet dat iets met je. En hij zegt, ja, ik wil het niet groter maken dan het is, herhaaldelijk, ook tegen de Engelse pers. Ja, en, ik denk dat daar meespeelt dat hij zelf, nou, hij heeft natuurlijk Engelse roots, Engelse moeder. Hij weet hoe het hier werkt, dat als hij daar flink stampij over gaat maken, dan wordt dat een enorme rel en dan gaat het misschien van kwaad tot erger. Dus dat hij, dat denk ik, hem een beetje kennende, dat hij dat dan heeft gedownplayed. Hij is altijd wel cool en collected en zal niet zo heel snel stampij maken. En in dit geval is het wel opvallend omdat zijn eigen gezin erbij betrokken was ook. Maar dat verbaasde mij niet, want hij is altijd een heel gelijkmatig en kalm persoon. Ja, we stonden na afloop in de mixzone. 2-1 eindresultaat en we kwamen geen zeer bedroefde AZ'ers tegen. Nee. Neergeslagen, allemaal kopie omhoog. En eigenlijk vol bravoure van draait het wel om. Ja, ze deden niet aan scorebordjournalistiek, dat was duidelijk. Laat dat maar aan ons over. Ja. Maar je kon zien dat ze daar gewoon heel veel vertrouwen getankt hebben uit het spel, uit het vertoonde veldspel. Dat ze daar, daar kunnen ze op verder, dat merkte je heel duidelijk. Ook omdat ze waren kritisch ook op de aanvalsfase van het spel, dat beter moest. Dat je gewoon meer moet gaan creëren straks in Alkmaar. Maar over de gele linie genomen, dat ze zagen de ruimtes die er vallen als je tegen West Ham speelt. Ze zagen dat als je inderdaad over de grond je combinatiespel gaat spelen, dat je dan controle kan pakken. Ja, dan moet je daarna nog doordrukken. En dat beseffen ze zich en dat weten ze. En ik vond ze opvallend positief allemaal gestemd. Speelt ook wel mee dat ze het tegen Anderlecht al een keer gerepareerd hebben. Natuurlijk een grotere achterstand nog. Ja. Die wedstrijd werd er ook wel een paar keer bijgehaald door sommige jongens. En dat snap ik allemaal wel. Dus er zijn gewoon perspectieven, goede perspectieven. Die waren er vooraf. En dat is ondanks die nederlaag die er nu is niet eens heel veel veranderd. Als we het even met een helikopterview bekijken. West Ham, ze staan onderin of in de Premier League. AZ bovenin in de Eredivisie. Nou, die competitie kunnen we niet vergelijken. Maar ik vind het best knap hoe AZ zich hier heeft staande gehouden. Met een selectie, met qua waarde, zeg maar. Als je zag wat voor spelers Ben Rama, ik vind dat een geweldige speler. Ja, die speelde ook heel goed. Die was volgens mij ook man of the match. Niet onterecht. Dat is een geweldige speler om te zien. Dan is het toch eigenlijk heel knap dat AZ het ook zonder Milos Kerkes en Jesper Karlsson dit op de mat weet te leggen. En Martens Indy, die vergeten ook. Ze spelen gewoon bij het hele seizoen zonder hun aanvoerder ook, by the way. Ja. Ja, nee, dat is ook heel, dan, dat is ook heel knap. Nou, ten eerste dat al die grote getallen, en collega Tom Knipping heeft daar een heel interessant verhaal over gemaakt in de aanloop naar deze wedstrijd. Dan vallen je ogen uit de schellen, zeg maar. Hoe noem je dat? De factor 9, alles is 9 keer groter hier financieel gezien. Het salarishuis, de omzet, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat zegt dus lang niet alles. Ze zeggen bij AZ altijd, we doen het op onze eigen manier. Een beetje onder de mom van wie niet groot is, moet slim zijn. Nou, daarmee doelen ze op de manier waarop ze opleiden, de manier waarop ze scouten ook. Ze laten zich ook na een transferzomer waarin ze een record opbrengst hebben gepakt. Toen Stengs en Boadu en zo verkocht werden, zijn ze ook niet opeens hele grote bedragen gaan uitgeven. Ze begroten ook geen Europees voetbal, dus alles wat ze hier binnenhalen is extra. En dat wordt, wordt slim geïnvesteerd gewoon in spelers die ze... Nou, Kerkers is het meest recente goede voorbeeld daarvan. Jong scouten, zelf klaarstomen en dan later op termijn voor een godsvermogen weer doorverkopen. Nou, in zijn geval zal dat gaan lukken. Ja. En dat is gewoon slim beleid. Daarmee kan je dus opboksen tegen ploegen of clubs met een budget dat bijna 10 keer zo hoog is. Ja, we gaan dan... M is er dan een tussendoortje. Ja, dat gaan ze natuurlijk bij... Dat zijn Pascal Jansen, die nemen ze natuurlijk serieus. Nou ja, dan ga je daar maar eens voor opladen. Ja, tussen deze twee clashes in.
En weet je, de tweede plaats, daar hoeven ze ook niet meer naar te kijken. Zo in deze fase van de competitie. Ja, wij krijgen natuurlijk door dat ze die uiterst serieus nemen. Wat denk jij? Ja, dat doen ze ook echt wel. Want wat ik wel ook wel fascinerend vind aan Pascal Jansen is dat hij... je ziet vaak toch trainers die een beetje gaan wisselen. Of in de basisopstelling. Of die in een wisselbeleid kun je dan terugzien wat er daarna te komen staat. Ja, bij hem is dat niet zo. Ze benaderen echt iedere wedstrijd als een op zichzelf staand duel. En dan moet er geleverd worden. Dus dat, daardoor spelen ze ook zo heel vaak in dezelfde basisploeg. Die kun je blind invullen vaak. En dat zal tegen Emmen niet anders zijn. Nou, Emmen dus als tussendoortje. En dan die return in AZ. Hopen op zo'nzelfde sfeer, op zo'n kolkende massa die er vol achter gaat staan. Want dat ze dat nodig hebben. Ja, nou ja, Jans heeft het vaak over de dynamiek in een wedstrijd. en ook het aandeel dat het publiek daarin kan hebben. En hier in Londen hebben we kunnen zien wat dat voor effect vooral had op de thuisploeg. Die lieten zich daar op een gegeven moment door opzwepen. En hij sprak ook uit dat hij hoopt dat in Alkmaar andersom gaat gebeuren. En dat een factor gaat worden in het repareren van die nederlaag. Ja, nou, daar sluiten we mee af. Bedankt voor je duiding. Ik zou zeggen, we gaan witte bonen eten. Gaan witte bonen eten als het buffet nog open is, inderdaad. Ja. Ik zeg bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En tot ZSM.